Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag... ik val bijna om. Oké. Ik heb vanmiddag migraine gehad, dus ik ben nog een beetje licht aan mijn hoofd. Ik viel bijna om. Oké. Maar ik ben net naar de Action geweest, want ik dacht, ik ga mijn la opruimen met mijn sportkleding. Omdat het best een rotzooi is en ik dacht, ik ga gewoon van die mandjes kopen. Ik heb deze bij de Action gehaald. Van die mandjes. Dus dan kan ik daar een beetje mijn leggings en mijn tops en zo in sorteren. Zodat het niet zo snel overhoop gaat. Dus dat ga ik nou doen. Stuur vast nog even een duim omhoog en abonneer. En een nieuwtje. Ik heb eergisteren een e-mail gekregen van mijn summercamp. En daarin stond dat ze aan het bedenken zijn hoe en wat met deze zomer. Ze hebben dus gekeken en het originele vertrek was onmogelijk. Wij zouden dus eigenlijk 2 juni... erheen vliegen. Sommige Stef die zouden zelfs al een week eerder naartoe gaan. En ze zijn dus achtergekomen, ja, best wel logisch dat dat niet gaat werken. Maar ze zitten eraan te denken en ze zijn het aan het regelen om een maand later vertrek te doen. Dus dat ik rond 28 juni zoiets, dat we erheen gaan. En 15 mei krijgen we dus uiteindelijk een beslissing. En ik hoop zo erg dat het doorgaat, want ik wil echt heel graag... deze zomer weer naar Camp Pinewood, want het is waarschijnlijk ook de laatste zomer dat ik erheen kan waarschijnlijk. Dus ik hoop het echt. En ik hoop het. Ja, ik hoop het. Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Please. En weet je, ik ben niet bang voor dat corona gedoe. Misschien vinden mensen heel dom dat ik dit zeg of niet. Weet je, ik wil gewoon genieten van mijn zomer. En als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik wil gewoon naar North Carolina, als het mag. Als ik een visum kan krijgen in Nederland op tijd en een vlucht kan vinden. Maar er is dus nog een kans dat het doorgaat in North Carolina. Oké, ik heb wat kleding eruit gehaald, maar dit is de before. Oké, en dit is after. En het is zoveel beter. Hier heb ik al mijn leggings zitten. Dan heb ik hier nog een aantal brezen. Ik heb een beetje achter in de la, heb ik nu niet nodig. Heb ik hier mijn truien van Gymshark zitten. Mijn sport-BH's. En deze zijn allemaal van Gymshark op... Alleen deze. Ik heb een obsessie, ik weet het niet goed. Dan heb ik hier van Stronger mijn setjes en een trui. En hier nog een trui van I Can, I Will. Dus deze la is zoveel beter en zoveel meer georganiseerd. Dus ik hoop dat het zo blijft. Good morning, het is vandaag woensdag. En ik heb gisteren een poging gedaan tot een Instagram foto. Alleen was het niet gelukt. Dus ik ga het vandaag nog een keer doen. En dat is de foto... die je de laatste tijd heel veel ziet, is met een spiegel in die achtertuin. En dan als je in de zon kijkt, dan zijn je ogen zo extreem fel. Vond ik heel leuk. Het is super moeilijk, want je zit steeds met de schaduw en met je camera die niet goed zit. En je huis op de achtergrond, had ik een leuke foto. Nou, niet echt leuk. Ze waren best mislukt, maar dan had ik dus het huis op de achtergrond. Dus ik ga zo met mijn zusje naar een open veld en dan gaan we die foto's maken. En hoe leuk is dit topje van Misguided? Ik vind hem helemaal cute. Helemaal leuk. En ja, dat gaan we doen. Dus... nou, we zijn er. Dit is dus een beetje het idee. En dan moet ik dus even goed de zon zoeken in de weerspiegeling. Dus het is best lastig. Zo dus. Dus ben benieuwd of het gaat lukken. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb net een pakketje ontvangen. Ik heb namelijk geen idee wat het is, want het is een pakketje van een van mijn PR-bureaus. Dus ik ga het even openmaken, want ik denk dat het wel leuk is. Ik heb geen idee wat erin zit, dus ik ben best benieuwd. Oké, het is iets van Issy Paris XL. Ik ben benieuwd. Het is een parfum. Merk ken ik niet. Dit is leuk. Nou, dit kan ik dus vermoeden nog geven. Cute. Thank you. En by the way, nu we er toch zijn. Ik heb een leuke update voor jullie. Nou ja, leuk. Dat weet ik niet. Ik kreeg een e-mail van mijn summercamp. En... ja, ik ga hem even bijpakken. Even vertellen wat ze ongeveer mailden. Want ik heb er ook een screenshot van. Ze stuurden dus een e-mail dat ze dus dingen moeten regelen. Natuurlijk onder heel dat gedoe om corona. Maar er staat dus in de e-mail dat alle internationals, dus alle internationale staf, moet na arrival. Dus het moment dat we aankomen in Amerika, moeten wij 2 weken... jazeker, 2 weken, 14 dagen, alleen in quarantaine, isolatie. Dus letterlijk worden wij gewoon 2 weken in ons eentje opgesloten. Voordat we pas alle dingen kunnen gaan doen op camp.
En dat is best wel heftig. Ik, ja, aangezien het nog maar een maand camp wordt en dan letterlijk 2 weken daarvoor nog in echt, die wordt letterlijk alleen opgesloten. Dat is best wel heftig. Dus ja, dat wordt nog even afwachten. En ook mogen we op onze vrije avond en vrije dagen niet van het camp af. Dus we zitten letterlijk op het camp. Dus ik ben benieuwd. Ik krijg over een week ongeveer echt de definitieve informatie. Dus dat laat ik weten. Maar ik vind dit toch wel... 2 weken alleen in isolatie is wel heftig. Dus ik heb er zeker niet zoveel zin in als dat ik eerst had. Dus het is wel even goed nadenken of ik dit nog wel wil. Want er waren heel veel medestaf die Christen gesproken hebben die er ook zo over dachten. Dus ik moet even afwachten hoe we dit gaan doen en hoe het verder gaat. En of we überhaupt nog wel mogen komen. Ik bedoel, dit is de informatie die ze nu hebben. Want het kan over een week kan het ook weer anders zijn. Dus we wachten af. Ik ben benieuwd. Maar oh my god. Hoi, het is vandaag 14 mei 2020. En het is 2:00 'smiddags. En deze meid had een heel leuk idee. En het was niet mijn idee. Fleur, wat wil jij doen? Ik wil mijn haar weer kort knippen. Dus ze wil echt letterlijk dit eraf. En ik mag het doen. En de kappers zijn we open, maar het is wel gratis dus. Ja, ja, deze keer. Nee, ja, ze wilde het. En papa en mama zijn nog niet thuis. En even zodat jullie het weten. Het was niet mijn idee. Zij wil het. Ja. Oké, ik ben dus echt geen kapper. Ik heb geen idee hoe het moet. Maar je gaat het wel goed doen, hè? Ja, tuurlijk. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar ik denk dat als je haar in 3 deeltjes verdeelt. Straks is de korte, dan word je boos op mij, hè? Dan mag ik ook van jou haar. Ja. Die is gek. Jij knipt echt niks van mijn haar af. Ik heb het 1 jaar geleden al gedoneerd. Ik kom je haar lezen. Goed met jou, ja. Als je dat doet, hè, voor yo. Dan ik schreeuw jou kaal. Hoe voel je het zo? Dit is letterlijk wat ik heb op beeld in mijn hoofd. Het is zo'n pijnlijk gevoel. Gast! Kapot scheef! Kijk dit! Oh, die achterop moet. Knip het even bij. Ja, even bijknippen. Even bijknippen. Je moet straks gewoon een foto maken van die poten. Ja, dat is hier. Oh my god. Oh, ik worstelen. Oh, het is al helemaal gedaan. Het is aan de achterkant. Even. Nee, kom eens even laten zien. Het is heel stoor. Wat? Hallo, het is niet eens super slecht. Het valt echt wel mee. Ik denk dat ik kapper word. Wordt. Kijk, hun hebben het ook zo geknipt. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I'm just thinking about it. I'm not gonna do it. Kijk eens. Wat vind je ervan? Ik vind het echt wel leuk eigenlijk. Het is, hallo, het is niet eens zo heel slecht. Nee, en hoe? Bro, ik word kapper. Ik had nog wat pakketjes binnen, dus ik had het even opengemaakt. En de eerste wat ik binnen had is letterlijk 1 item van mijn Shein bestelling. Ik heb hem even gelijk aangedaan. Want ik denk, ja, ik kan ook wel wachten. Maar ik ga nog een aparte Shein unboxing doen. Maar dit is het eerste topje. En dit is gewoon een simpele crop top. En er staat op Honey. En ik vind ze echt heel leuk. En ik hou echt van zulke crop tops. Want die zijn gewoon heel chill. En dat zit gewoon lekker. Dus dit. En dan heb ik nog een pakketje binnen van Stronger. Met 2 sportsetjes, zal ik even openmaken. We moeten even kijken hoe het loopt. Maar we willen misschien de reactie van onze ouders filmen.
Maar ze zijn waarschijnlijk best wel ver van elkaar klaar met werk. Dus we moeten even kijken of we hem stiekem gaan neerzetten of dat ik het ga filmen. Moeten even kijken. Maar dit zijn dus de setjes. En dit is de eerste en dit is van hun nieuwe collectie. En de verpakking is super leuk. Dit is dus ook het printje wat erop staat. En ik heb gekozen voor een short. Dit is de top. Super vrolijk printje. Helemaal leuk. En dan heb ik hier nog een bijpassende short. Want ik heb best wel veel leggings. Maar ik heb eigenlijk niet heel veel shorts. Dus dat is veel fijner voor in de zomer. Oké, deze is best wel vet. Ik dacht eerst toen het uitkwam, dacht ik echt van oké, dit is veel te druk. Maar hij is eigenlijk best wel heel erg leuk. Dus dat is die. En ik ga die ook nog wel aandoen. Alleen niet nu. En dit is een langere legging. Maar deze vond ik gewoon heel erg leuk. Het is een beetje een bloemetjes patroon. En dan ook nog een bijpassende top die erbij zit. Tja, helemaal leuk. Die kan bij mijn collectie. Ik heb echt te veel sportkleding nu. Maar ja, dus dit is de situatie nu. En het eerste is een jurkje. En ik heb nou geen zin om het aan te doen. En een rode broek. En een roze jumpsuit. Oké, ik ga toch even deze broek aanpassen. Want hij ziet er super groot uit. Terwijl het een maat 36 is. Dus. Oké, ik heb deze broek aan. Maar hij zit hier een beetje wijd. En het is een maat 36. Dus misschien dat ik toch een maat 34 moest. Maar oké, nu ga ik die andere ook weer. Dit is de jumpsuit. En ik heb even mijn topje eronder. Maar ik vind hem ook wel heel leuk. Het is alleen een beetje zo'n synthetisch stofje. Dus hij moet wel echt gestreken worden. Maar deze is ook wel cute. Of niet? Ja. Oké, en dit is het jurkje. Wacht. Ik weet niet of ik me net een klein kind voel of dat hij wel leuk is. Wat vind jij? Ik vind hem leuk. Maar het lijkt een beetje op zo'n jurkje die we toen bij Piro heeft gekund aanhouden. Een Tiroler. Hoe heet dat? Zo'n Duitse jurk. Dolerdol. Tirolen. Nee, hoe heet het? Een derendol of zo. Ja, eigenlijk een beetje wel. Misschien is het leuk, I don't know. We'll see. Ik ga de camera draaien, ja? Draaien? Kijk. Nee, niet jij. Zie je dat? Wat is dat? Verrekte zijn horen van wie? Ja, er is er maar één blond hier, hè? Ik dacht dat je helemaal afgeklimd was. De nou is mooier. Waar je gewoon zo lang? Ja. Dat hebben we zelf gedaan. Is dat zelf gedaan? Ja. Hartstikke mooi. Goed zo. Alle twee. Doei doei. Hado. Hallo. Wat leuk. Ach jezus. Wat is er? Wie heeft dat nou gedaan? Wij. Jezus. Wie heeft dat gedaan? Ik heb Anne. Dat meende niet. Nou ja. Het is echt veel haar, hè? Ja, inderdaad. Hoi. Laat het zien. Oh. Dat is zelf gedaan. Nee. Ja. Jezus. Maar het is toch gewoon goed gegaan? Ik heb de eerste set aangedaan en ik vind hem echt super vet. Het is dus een short en echt een super vrolijk printje. De top zit super comfortabel. Wat ik heel fijn vind is dat in deze top pads zitten. Dat zat in die andere dus niet. Dus dat is echt super fijn. Mocht je ook bij Stronger willen shoppen, dan krijg je met de code 20koning 20% korting. En ik vind deze super leuk. Ik ga nu even in de tuin een HIIT workout doen. Dus dat is gelijk ook het einde van de vlog. Vond je het leuk? Doe dan zeker een duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken en zie ik jullie de volgende keer. Joejoe!